De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Verrier, moet het besluit om het komend jaar geen nieuwe inschrijvingen toe te laten op het EOL terugdraaien. Dat vindt NPS-voorzitter Gregory Rusland. Hij vindt het een ondoordacht besluit van de minister. Het EOL zal worden ondergebracht bij de Anton de Kom Universiteit. Rusland zegt dat de transformatie van de lerarenopleiding niet goed is voorbereid. Hierdoor zullen de studenten het gelag moeten betalen. Hij vindt dat het ministerie deze zaak eerst goed moet voorbereiden, alvorens de inschrijvingen te stoppen. We willen die evaluatie zien van het EOL op dit moment, van wat levert het EOL af? En is het product, zijn die leerkrachten die van het EOL komen, adequaat om op lager en middelbaar niveau onderwijs te geven? Als de conclusie is dat het wel zo is, zou je niet moeten komen aan de structuur van het EOL dan alleen maar hier en daar waar natuurlijk problemen zijn dat op te lossen. Is het zo dat de mensen niet voldoen, dan moet je komen tot een heel ander programma om mensen op te leiden die dan wel ingezet kunnen worden om de problemen om onze jongeren te kunnen trainen. En dan kan misschien wel een universiteitsopleiding nodig zijn. Maar die zaken, daar krijgen we natuurlijk geen inzicht in. We weten niet als dat zo is. En we beginnen dan met de uitvoering. En daar hebben we het over. Het ad hoc beleid van deze regering brengt die samenleving steeds verder in de problemen. Dus voorlopig toch inschrijven? Wat mij betreft zou je moeten inschrijven en wanneer je ready bent, dan moet je volgend jaar 2019 overgaan tot de uitvoering. Maar nu, juni 2018, lijkt het me veel te kort om nu al zo'n dergelijk besluit te nemen voor oktober 2018. Rusland wijst er verder op dat de universiteit opereert volgens de universiteitswet. Indien het EOL getransformeerd wordt, moet het ook volgens deze wet gebeuren. Rusland wijst op de toelatingseisen van beide instituten. Kijk, ik heb zelf met dat beltje gehakt toen ik voorzitter was van ADEC. Waarbij ik naar mogelijkheden keek om het EOL te incorporeren binnen de universiteit. Maar we hebben toen het probleem gehad dat het EOL op het personeelsvlak een aantal zaken had gedaan waar wij natuurlijk ons niet in terug konden vinden. En toen heb ik de zaak on hold gezet als voorzitter toen van ADEC. Wanneer je een dergelijke operatie wil gaan uitvoeren, zal je als regering in de eerste plaats moeten bepalen van die opleidingen die er op dit moment zijn, waar deugen ze niet? Waar zijn de problemen? Als je tot de conclusie komt dat die opleidingen adequaat zijn om mensen op te leiden, om les te gaan geven op het lager niveau, het middelbaar niveau, dan is het zo dat je ze niet kan overbrengen naar de universiteit die volgens een totaal andere structuur werkt. De universiteit op dit moment leidt wetenschappers op. Het is een totaal andere basis. NPS-voorzitter Gregory Rusland over de voornemens van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om het EOL onder de paraplu van de universiteit te brengen.